Daarin doet hij verslag van zijn gesprekken met kinderen van naties van allerlei rang en stand. Peter de Baan en Tom Blokdijk bewerkten de interviews tot een voorstelling in Theater de Bali. Vandaag kunt u in het voordeel van de twijfel luisteren naar de bewerking van deze voorstelling voor radio. Het hoorspel Schuldig Geboren. Ik heet Rudolf. Ik ben 38 jaar. En 's nachts komen ze mij altijd halen. Ze sleuren mij uit bed, slepen me door de kamer, de trap af en duwen me in een auto. Het zijn mannen in gestreepte uniformen. De auto raast door de stad en van buiten dringt lawaai tot in de auto door. Mensen schreeuwen hoera. Gillen, brullen. Soms denk ik dat we door een straat rijden waar mensen ons staan toe te juichen. De auto stopt voor een gebouw dat ik niet herken. Ik word een trap afgestoten, een kelder ingeschopt. Ze rukken mijn pyjama van mijn lijf en duwen me dan een ruimte in, waarna de deur achter mij wordt gesloten. Moet ik nog vertellen wat voor ruimte dit is? Er zitten douches aan de muren en er stroomt iets uit de sproeikoppen. Zachtjes fluitend als een lekventiel van een fietsband. Deze droom heb ik vaak. Het is altijd dezelfde droom. Het is net een film die je al 100 keer hebt gezien. Ik ben Stefanie. Ik ben 19. Ze hebben de oude heer van mijn vader terechtgesteld. Direct na de oorlog. Grootmoeder zegt dat grootvader werd vermoord. Het was een knappe man, zegt ze dan altijd. Groot, trots. En met zijn uniform kon niemand hem weerstaan. Ze was trots op hem. En is dat nu nog? Ook al hebben ze hem vermoord. Ze zal altijd van hem houden. Ik ken hem van foto's. Hij zag er knap uit. Dat zwarte uniform, die laarzen, een echt geil type. En de manier waarop zijn haar was geknipt, die starende ogen. Iedereen zal zeker voor hem hebben gebibberd. Je kunt over de natie zeggen wat je wil. Maar ze zagen geweldig uit. De mannen tenminste. De vrouwen met hun bloesjes en hun rare kapsels kun je wel vergeten. Er moet toen wel wat aan de hand zijn geweest. Op school hebben we films gezien van marsen en parades. Hoe ze allemaal hebben gebruld van enthousiasme. Waar zie je dat tegenwoordig nog? Dat maak je toch niet meer mee? Ik zou net zo trots willen zijn als zij. Altijd met opgeheven hoofd lopen en in de toekomst geloven. Ook al is het misgegaan, toch moet het een krankzinnige boel zijn geweest. Ik zou me ook zo op iets willen verheugen. En dat krijg ik voor elkaar. Dat verzeker ik je. Ik ben Egon. Ik ben 28 jaar. Ik was een nakomertje. Mijn vader die is al een paar jaar dood. Ik vind nog steeds jammer dat hij zo weinig van vroeger heeft verteld. Het was zo'n stil mens. Hij is tot het laatst toe trots geweest op zijn rol tijdens de oorlog. Zijn favoriete uitspraak was... De arts behoedt, verlengt en beschermt het leven van de mens... Een arts met een nationaal gevoel doet dit, wanneer dat moet, ook ten koste van het leven van anderen. Op die manier onderscheidt zich een arts met overtuiging zich van een arts zonder overtuiging. En niet ieder leven had voor hem dezelfde waarde. Het Duitse volk, dat was voor hem een orgaan, een lichaam. En als arts had hij de taak dit voor ziekte en onheil te behoeden. Het ziekteverwekkende deel weg te nemen en onderzoeken te doen om dit lichaam op de toekomst voor te bereiden. Zo zei je dat altijd. Als hij zo stil voor zich uitredeneerde, dan zat ik heel rustig bij hem en ik luisterde. Hij duldde dan geen vragen en onderbrekingen. Misschien wist hij wel helemaal niet dat ik naar hem luisterde. Mijn vader kwam met opgeheven hoofd uit de gevangenis. Vermagerd, maar nog steeds kaarsrecht en trots. Dit was Brigitte, 44, mijn zuster. Ik ben Rainer. Wij komen uit een nazi-familie. We komen niet uit een nazi-familie. We komen uit een officiersfamilie. Voor mij was het een nazi-familie. Vader had in de jaren 30 de moed om zich bij een beweging aan te sluiten die een nieuwe toekomst beloofde. Hij deed het uit enthousiasme. Ik ben trots op hem. Maar een nazi was niet per definitie ook een oorlogsmisdadiger. Hij heeft het voor elkaar gekregen alle twee te zijn.
Vader heeft 4 jaar in de gevangenis gezeten. Kun jij me vertellen waarom? Miljoenen zijn hoera roepend de oorlog ingetrokken. Duizenden hebben meegedaan aan de jodenvervolging en zijn er beter van geworden. Vader is altijd fatsoenlijk geweest. Hij heeft nooit iets van joden in beslag genomen. Zijn villa heeft hij met eigen geld betaald. Hij heeft nooit iets met de SS te maken gehad. Nooit iets met concentratiekampen. En niets met het doodschieten van vrouwen en kinderen. Hij was een soldaat. Geen misdadiger. Ja. Wat moet die grootvader van mij voor verschrikkelijks gedaan hebben dat ze hem hebben opgehangen? Dat heeft niemand me nog uit kunnen leggen. Ben ik te stom om het te begrijpen? Of ze zijn te stom om het me duidelijk te maken? Weet je wat die vader van ons was? Een lafaard. Een misdadige lafaard. Een ambtelijke slappeling. Een marionet met pensioenrechten. Hij was een hoog officier bij de Weermacht. Hij stelde bij de generale staf, samen met andere collega's, de plannen op. Voor hem was de oorlog niet meer dan een gezelschapsspel. Met wat bonte vlaggetjes op een landkaart. Paar divisies naar het noorden, paar naar het zuiden. Tankformaties naar links, gevechtsvliegtuigen naar rechts. De mannen in onze familie zijn al 200 jaar officier. En op jou na waren het allemaal echte mannen. Toen mijn oude heer ontdekte dat ik homo was, wou hij mij vermoorden. Of eerst mij en dan zichzelf. In der tijd zouden ze jou een roze driehoek hebben gegeven. Dat gilde mijn moeder steeds. Zij kon het weten. Maar die tijden zijn voorbij. Ik ben Stefan. Ik ben 29. Mijn vader was stadscommandant van de SS. Na de oorlog is er niet één Jood teruggekeerd in die stad. Misschien heeft ook niet één het overleefd. Ik weet het niet. Toen ik merkte hoe ik mijn ouders kon treffen, verdwenen alle remmingen. Ik maakte furore in Argentinië. Ik kon krijgen wie ik hebben wilde. Ik nam vriendjes mee naar huis. Ik droeg opvallende nichtenkleding. En als er kennissen van mijn ouders op bezoek waren, dan gedroeg ik mij als een nicht. Ik maakte ze kapot. Binnen een paar maanden zijn ze totaal veranderd. Ze hebben er nooit met me over gepraat. Er werd helemaal niet veel meer gepraat. Zij schaamden zich voor mij. De stakkers. Het was de eerste keer in hun leven dat zij zich ergens voor schaamden. Geen bezoek meer, geen bier meer in het stamcafé, geen erebaantje in de carnavalscommissie. Ze kropen als slakken weg in hun huisje. Ik werd van school gestuurd omdat ik medescholieren seksueel lastig viel, zei de directeur. Mijn vader werd op school ontboden. Ik hoop dat het de zwartste dag in zijn leven is geweest. Hij was nog liever voor moord en doodslag voor de rechtbank verschenen. Dat weet ik zeker. Alles was hem liever geweest dan dit. Zijn eigen zoon een flikker. Maar waarom was hij dan ook op het krankzinnige idee gekomen om na alles wat er gebeurd was nog een kind te maken? Leven als duivel en dan als engel sterven. Hoe kan dat nou? Mijn ouders zijn naar Zuid-Amerika gevlucht. Nieuwe naam, een nieuwe pas, een nieuw leven in de vrije wereld onder louter vrienden en oud-strijdmakkers. Mijn vader kocht een nieuw huis, opende een kantoor in onroerend goed en alles was Duits. Niet ver bij ons vandaan woonden Joodse emigranten, ook allemaal Duits. In sommige klassen van onze school was vaak de helft Joods en de andere helft bestond uit niet-Joden, voornamelijk kinderen van oud-nazi's. Privé was er weinig contact, integendeel, het kwam vaak tot gevechten en echte bendeactiviteiten. Nu is werd een van de Joden overvallen en in elkaar geslagen en dan pakte zij er weer een van ons. En dat ging maar altijd zo door, over en weer. Ik was als jongetje nogal dik. Ik delfde meestal het onderspit in dat soort gevechten. Het ging ons voor de wind. We hadden het goed. Er was altijd voldoende geld. En er waren er veel, zoals mijn ouders. En ze hadden het allemaal goed. Niemand deed ook zelfs maar de geringste moeite om iets te verbergen. Toen ik 13 was, kwam ik te weten dat mijn vader, in tegenstelling tot wat mijn moeder altijd had gezegd, in de oorlog niet aan het front was geweest, maar in een concentratiekamp had gewerkt. En dat mijn moeder niet, zoals ze altijd had gezegd, thuis had gezeten en op bericht van haar tegen de vijand strijdende echtgenoot had gewacht.
Hij kwam iedere avond gewoon thuis. Alsof hij van kantoor kwam. Ging aan tafel zitten. At zijn soep die mijn moeder voor haar hardwerkende man had klaargemaakt. Hij deed zijn werk en zij deed het haar. En toen ik 12 was, ik weet het nog precies, het was 1959... toen kwam er een brief die alles, maar dan ook alles volkomen veranderde. Maar eigenlijk ook weer alles liet zoals het was. Ja, ik weet dat het tegenstrijdig klinkt, maar dat was het ook. Mijn vader zat in die tijd bij de politie. Op een dag, en het was vlak voor de grote vakantie, en mijn ouders die waren al een paar dagen veel nerveuzer dan anders, ging de telefoon. En mijn moeder zat er vlakbij en het leek alsof ze erop had gewacht. Ze pakte de hoorn en behalve een kort ja, ja, zei ze verder niets. Toen legde ze de hoorn er weer op, kwamen tranen in de ogen naar me toe en zei, nu is alles weer in orde. Ze konden niets bewijzen, nu is alles weer goed. En toen pas stelde ik mijn eerste vraag. De eerste enige echte vraag die ik in mijn hele leven aan mijn moeder heb gesteld. Moeder, wat is er dan weer in orde? En mijn moeder antwoordde, je vader is vrijgesproken, hij is onschuldig, hij is altijd onschuldig geweest. Vanaf dat moment was het uit met mijn naïviteit en mijn kinderlijke domheid. Mijn wantrouwen groeide en ik had voor het eerst het idee dat er iets van mij werd achtergehouden. Nou, een paar uur later kwam mijn vader thuis, al lichtelijk aangeschoten, en gelijk met hem een paar mannen en vrouwen met rode gezichten, en iedereen lachte en omhelsde en kuste mij. Ik vond dat walgelijk. Er werden vaten bier gehaald, ze vierden zijn vrijspraak. Als ik daar nu nog aan terugdenk, dan... Dat vind ik verschrikkelijk. Waarom werd er feest gevierd? Waarom gedroegen ze zich alsof de plaatselijke voetbalclub had gewonnen? Het was zonder overdrijven de naarste avond van mijn leven. Na een paar dagen was alles weer als vanouds. Mijn vader ging weer naar aan het werk. Mijn moeder die hield het huis schoon, kookte, deed boodschappen. En ik ging weer naar school. Maar in mij was een nauwelijks te onderdrukken nieuwsgierigheid gegroeid om achter dit geheim te komen. En op een avond vroeg ik aan mijn vader. Vader, wat heb je in de oorlog gedaan? Maar voordat mijn vader de kans kreeg om te antwoorden, kwam mijn moeder tussen beiden, woedend, schreeuwend dat ik mijn vader met rust moest laten, dat hij al genoeg had meegemaakt in de oorlog en dat hij daar nu niet meer over hoefde te praten. Maar toen ik aanhield dat wij op school hadden geleerd over concentratiekampen, over het vergassen van Joden, over het doodschieten van vrouwen en kinderen, en toen ik vroeg of mijn vader daarbij was geweest, of hij daarmee te maken had gehad, toen stonden ze allebei te brullen. Maar ik hield niet op. Ik stelde de laatste vraag of het waar was geweest dat mijn vader bewaker was geweest in zo'n dodenkamp. Nou, toen stortten ze allebei in. Ze huilden en jammerden en zeiden steeds dezelfde zinnen. Geen nee, geen ja, geen we zullen je proberen iets uit te leggen. Geen schuld, geen berouw, geen betrokkenheid. Daar zaten ze alsof ik ze ervan beschuldigd had dat zij iets hadden gedaan wat zo in tegenstelling tot de waarheid was dat je daar alleen maar vertwijfeld en met tranen op kon reageren. Het bewijs vond ik trouwens een paar maanden later in het bureau van mijn vader. En het bureau van mijn vader, dat is iets heiligs. Ik vond daar alles. Persoonsbewijzen, contracten, getuigschriften, gerechtelijke verhandelingen, protocollen van getuigen, alles netjes in een map. Verder gebeurde er niets. Ik ging weer naar school, zat samen met mijn ouders aan tafel. Zondags gingen we wandelen en we vierden kerst. Ja, moest ik van huis weglopen? Moest ik een privéaanklacht indienen tegen een vader en een moeder die hun dochter jarenlang hadden voorgelogen? Ze hebben me te eten gegeven. En 's winters hebben ze me warme kleren gegeven. En met kerst was er een boom en waren er cadeautjes. Doe ik iets anders met mijn kinderen?
op een dag wist ik dat mijn vader opzichter was geweest van een bewakingseenheid in een concentratiekamp. Op een dag wist ik dat. Nou, en? Je bent veroordeeld tot levenslang. Je bent veroordeeld door ouders die hebben geleefd als slagers. Reiner, zeg eens eerlijk. Houdt jij vader werkelijk voor een massamoordenaar? Heb jij hem altijd op één rij met concentratiekampbewakers en SS-moordenaars gezien? Ik zie je nog bij hem op schoot zitten terwijl hij je verhaaltjes voorleest. Ik zie je in onze tuin voetballen. En ik zie je bewandelingen zijn hand zoeken omdat je moe en uitgeput was. Hij was een vader voor je. Voorbeeld. En een held. Ja. Hij heeft met me gebald. En hij heeft me voorgelezen. En ja. Hij heeft me een keer getroost toen ik mijn knie bezeerd had bij het fietsen. Maar later. Toen ik verscheurd door zorg en innerlijke twijfel niet meer wist waar ik bij hoorde. Toen zijn oorlogsmisdaden mij van de ene groep naar de andere dreven. Waar was mijn vader toen? Ik zie hoe je als zesjarige met je eerste rapport thuis kwam. Hoe trots je je medailles van de zwemwedstrijden liet zien. Hoe je zondagsmiddags met hem naar de bioscoop ging. En hij de verhalen van Carl May voorlas. Jullie waren altijd twee handen op één buik. Geloof jij dat je een klein kind kunt voorliegen? Hij hield van je. Hij was een hele goede vader voor je. Net als voor mij. Hij was niet of het een of het ander. Hij was niet of een vader of een oorlogsmisdadiger. Hij was alle twee. En dat verwijt ik hem. Je hebt er geen idee van hoe je op hem lijkt. Dat fanatisme. Dat fanatisme waarmee jij je nu betegendeel stort. Hoor toch eens zelf hoe jij over je politieke tegenstanders praat. Vader moet vroeger net zo gepraat hebben. Misschien is dat jij toevallig alleen maar aan de andere kant. Mijn fanatisme verhindert een nieuw fascisme. Ik voer oorlog tegen het Duitse verleden. Ja. Ik verlang naar de dag waarop de laatste overlevende van het Derde Rijk dood zal zijn. Jouw linkse theorieën zijn niets anders dan een koppige reactie op vader. Kijk eens hoe jij je kamer hebt toegetakeld. Dat is echt belachelijk. Hier een foto van Mao, daar een van Lenin, borstbeeld van Marx op je bureau. Eerst droeg je een Davidster om je hals, later had je een Palestijnse doek om. Wat voor verkleedspulletjes heb jij nog meer nodig? Vader was de laatste in een ketting van bevelontvangers en gehoorzaamheidsmasochisten. De ene officier naar de andere. Eerst de Pruisische, toen de fascistische. Ze functioneerden op bevel. Ik ben er trots op deze traditie doorbroken te hebben. 200 jaar lang gaf de vader de zoon niets anders mee dan dat hij onvoorwaardelijk moest gehoorzamen. Godzijdank is bij mij die ketting gebroken. De eerste niet-militair. Sinds 150 jaar. Maak je jezelf maar niets wijs. Jij blijft de zoon van een Duitse officier die aan de oorlog heeft meegedaan. Ja, ook al heb jij in een kibbutz in Israël gewerkt. En in werkgroepen op de universiteit geweldige voordrachten over de theorie van het fascisme gehouden. En ook al vecht je op straat bij demonstraties tegen zogenaamde neonazies. Jij blijft de zoon van een Duitse officier. Een paar jaar geleden heb je er zelfs over gedacht om Joods te worden. Maar begrijp het nou toch eens eindelijk. Je komt uit een Duitse officiersfamilie. Het zit allemaal net zo goed in jouw bloed als in het mijne. Ik heb stil! Ook al word je rabbijn, zal niets veranderen. Ik heb altijd eerlijk geprobeerd een nieuwe, een andere Duitser te worden. Ja. Ik heb geprobeerd in geen enkel opzicht op vader te lijken. Wat is daar zo verschrikkelijk aan? Oké. Okay. Maar waarom ben je dan het huis niet uitgegaan? Waarom heb je niet gezegd dat ze hun geld konden houden? Waarom heb jij je niet van je familie teruggetrokken om ergens anders opnieuw te beginnen? Kijk, dan had ik jou kunnen geloven. Maar jouw protest werd door vader gefinancierd. Ieder rood boekje van Mao werd door hem op de bank waar hij werkte verdiend.
Zelfs de stof van de protestpandoeken kwam van hem. Je hebt nog nooit 1 cent verdiend. Hij had me beter kunnen uitleggen waarom hij zich toen heeft onderworpen. Waarom hij geen verzet heeft geboden en waarom hij niet tenminste op tijd is opgehouden. Niets kwam er van zijn kant, niet een woord. En daarom haat ik hem. Omdat hij behalve het feit dat hij zijn leven heeft verprutst, hij ook nog de kans voorbij heeft laten gaan zijn ervaringen door te geven. Het was beter als hij gewoon net als de rest was terechtgesteld. Ja. En dan de vrouwen die je mee naar huis nam. Om op te schieten. Soms was het bijna grappig. Meest lonzige types. Nog met een hasje gered in hun mond wanneer ze van je kamer kwamen. Of alleen maar met een onderbroek aan en zonder BH. Ik heb je altijd alles willen vragen of je dat allemaal expres deed. Of was het misschien een strategie om vader te laten zien hoe anders jij was? Of wilde je ons allemaal laten schrikken? Hè? Met zo'n beetje boezem met die billen. Reiner, de schrik der burgers. Het is toch echt om je dood te lachen? Oké. Ik heb mijn gevecht verloren. Al mijn, zoals je zegt, belachelijke pogingen om een ander te worden waren tevergeefs. Maar weet je ook waarom ik heb gefaald? Omdat moeder en jij, en jou neem ik dat vooral kwalijk, moeder was tenslotte zijn vrouw, mij niet hebben geholpen. In plaats van tegen 1 moest ik tegen 3 vechten. En daar was ik niet sterk genoeg voor. Nu berust ik erin. Ik heb niet de kracht om opnieuw te beginnen. Leven als een kind bij zijn ouders. Ik ben bang om te worden weggejaagd. Mijn levensstrijd is voorbij. Mijn doelen liggen vaag en in de verte. Ik heb verloren. Ik was de Jood in mijn familie. Mijn vader, mijn moeder, mijn grootmoeder hadden het speciaal op mij voorzien. Ze wilden me heel klein maken. Niet vermoorden, nee. Dan zou alles voorbij zijn geweest. Zoals je een vlieg een vleugel uittrekt en dan toekijkt hoe hij wanhopig probeert te vliegen. Ik heb geprobeerd me van die terreur te bevrijden. Ik leefde in de veronderstelling dat ik alleen zou kunnen overleven als ik me voor hen zou verbergen. Gewoon zo weinig mogelijk toelaten. Alles wegschuiven en doen alsof het me niets kon schelen. Mijn ouders hadden daar een 6e zintuig voor. Zodra ze dachten dat ik door iets werd geraakt, sloegen ze erop los. Ze roken iedere wond. Een zwakke plek ontdekken, dat was hun grootste plezier. Ze zijn over me heen gewalst tot ze niet meer konden. Er wordt altijd zoveel over de Joden gepraat als de eigenlijke slachtoffers van de oorlog. Maar voor hen die het hebben overleefd was het voorbij toen Hitler een eind aan zijn leven maakte. Maar voor ons, kinderen van nazi's, begint het pas. Nou weet je, soms zou ik best graag zo'n arme rotjood willen zijn. Tegenwoordig dan, toen natuurlijk niet. Maar nu, iedereen heeft medelijden met je. Na de oorlog waren er geen Joden meer. Toen was ik er alleen nog maar. De eigenlijke slachtoffers. De benadeelden in het eigen land, die ziet niemand. Je ziet tegenwoordig toch overal weer Joden. Op de televisie, bij de radio, de banken, de kranten, overal zitten weer Joden. Grootmoeder kent ze allemaal. Die telt ze altijd. Dat is een Jood, dat is een Jood en dat is een Jood. Ze zegt altijd dat de kleintjes zijn opgeruimd, maar dat de grote zijn teruggekomen. En die zijn tegenwoordig nog rijker dan toen. Ja, begrijp me niet verkeerd, ik doe niet aan racisme. Ik heb niets tegen Joden. Maar mij steeds voor de voeten werpen dat ik met mijn 19 jaar medeschuldig ben en de hele smeerlapperij tegen de Joden, dat is toch belachelijk? Hebben we ze in de tijd alles afgepakt? Ze hebben mijn vader zijn eigen vader afgepakt. Hij was 12 toen ze hem terechtstelden. Soms stel ik mij voor dat ik iemand vermoord. Ik zoek iemand uit die ik niet ken. Ik vermoord hem. Hij geeft me dan aan bij de politie. Alles zou dan voorbij zijn. Ik zou de rest van mijn leven in de gevangenis zitten waar ik hoor. Ik zou geslagen worden, gemarteld worden, de hele dag alleen maar stom. Zinnig werk verrichten, maar alles zou beter zijn dan dit. Als onschuldige leef ik nu het leven van een schuldige. Trouwens, ik heb er toch een gekend. Een Amerikaanse soldaat.
Ik had hem in een discotheek ontmoet en toen zijn we naar de kamer van een vriendin gegaan. Hij droeg zo'n sterretje om zijn hals. Hoe heet het ook alweer? Jodenster? Een jodenster, geloof ik. Hij was niet anders dan de andere Amerikanen. Geslagen werd er bij mij thuis volgens een ritueel. Dan moest ik met beide handen boven mijn hoofd zo tegen de muur gaan staan. En dan sloeg mijn vader met een dun bamboerietje 5 keer op mijn billen. Als ik thuis kwam met kapotte knieën, dan kreeg ik slaag omdat mijn broek vuil was. Huilde ik, kreeg ik slaag omdat ik me niet als een man gedroeg. Mijn moeder stond daarbij en keek toe. Daarna nam ze mij in haar armen en troostte mij, terwijl mijn vader de kamer uitging. En dan moest ik naar de kamer van mijn vader om hem vergiffenis te vragen. Want ik had hem toch gekwetst, de arme man. Mijn vader heeft me nooit geslagen. Op een keer was er geld verdwenen uit een geldkistje dat op zijn bureau stond. Niet veel. Hij zou ons laten zien hoe je een dergelijk geval oplost. Na het eten riep hij het personeel bij elkaar, de kokkin, het dienstmeisje en de tuinman. Ze kregen een uur de tijd om te zeggen wie dat geld had weggepakt, terwijl hij voor ze op en neer liep, anders werden ze allemaal ontslagen. Ik zei tegen mijn vader dat hij ze met rust moest laten, want dat ik dat geld had weggepakt. Mijn vader stuurde het personeel weg en brulde als een idioot dat ik hem ten overstaan van het voltallig personeel voor schut had gezet. Dat was mijn eerste kleine overwinning op hem. Ik was trots. Ik had de grote held van zijn stuk gebracht. Toen was ik 12. Ik ben verwekt in 1944. Vader komt thuis van zijn werk in het concentratiekamp en gaat na het avondeten boven op moeder liggen. Mijn moeder heb ik nooit gekend. Ze stierf bij een bombardement toen ik een paar maanden was. Maar we hadden een kinderjuffrouw in huis en zij deed het huishouden en ze zorgde ook voor mij. Vader werd in 1948 veroordeeld tot 10 jaar. In 1950 kwam hij vrij. Ik was 3 toen hij voor 2 jaar verdween. Het is me eigenlijk nooit opgevallen. Maar ik was 5 toen hij weer thuis kwam. En die dag kan ik me heel goed herinneren. Hij was er plotseling. Maar eigenlijk is het allemaal nooit een punt geweest bij ons thuis. Mijn vader leeft nog. Hij is bijna 90. Een grote, trotse man met dik wit haar. Aan zijn linkerarm heeft hij geen hand meer. Hij draagt er een prothese met een zwarte handschoen. Die hand is onbeweeglijk. En de vingers staan gebogen en hij houdt hem altijd iets naar voren. Alsof hij op het punt staat om je een hand te geven. Ik denk eigenlijk altijd aan die hand als ik aan hem denk. Ik zal je alles vertellen wat je maar wilt, zei hij vaak tegen me. En dan kwam ook altijd weer die beslissende zin: jij moet het doorgeven aan je kinderen. Het mag nooit meer gebeuren. Hij maakte mij verantwoordelijk voor de toekomst. Mijn kinderen mochten zijn fouten niet herhalen. Hij probeerde me alles duidelijk te maken. Steeds weer, heel rustig, zonder geschreeuw. Altijd met precies dezelfde verhalen. Hij probeerde me voor zich te winnen. En het klonk ook allemaal zo eenvoudig en zo logisch als hij het vertelde. De gruwelijkste dingen die klonken mij als reis- en avonturenverhalen in de oren. En ik zat dan bij hem en ik luisterde. En ik zei eigenlijk nooit wat. Ik betrapte me er wel op dat ik vaak met mijn gedachten heel ergens anders was.
verkeek langs hem heen, staarde uit het raam. Of ik fixeerde hem op een punt tegenover ons. En ik dacht aan wat anders. Toen ik 16 was, ging hij met mij naar Auschwitz. En die beelden zal ik nooit vergeten. Hij kende het kamp, hij had er lang gewerkt. Wij sloten ons aan bij een groep die Duits sprak en we kregen ook een Duitse rondleider. In de groep die door het kamp werd geleid zaten veel mensen van mijn leeftijd. Het enige verschil was dat dat kinderen waren van vervolgden. Mijn vader sprak tijdens deze rondleiding geen woord, maar later, in de auto op weg naar huis, begon hij op te sommen wat de rondleider volgens hem allemaal fout gezegd had. Bij de selectie, bij de aankomst van de gevangenen, moest 60-70% direct de gaskamer in en de rest werd afgevoerd om te werken. En de man die ons het rondgeleid had gezegd dat het er eigenlijk maar heel weinig waren die niet direct de gaskamer ingingen. En mijn vader bleef heel rustig terwijl hij dat allemaal zei. En hij eindigde met de vraag aan mij: kun jij je eigenlijk wel voorstellen hoe erg het was in dat tijd? Ja, één keer is mijn vader zo dronken geweest dat hij het er ook over had hoe erg het geweest was toen ze kinderen stuk voor stuk met het pistool hadden moeten doodschieten omdat die stomme soldaten met hun machinegeweren te hoog hadden gericht op de staande volwassenen. Ach, God, die arme papa. Wat was die toch eigenlijk een goed mens? Hij huilde toen hij het vertelde. Ik vond dat zakelijk in hem zo verschrikkelijk. Dat beschrijven, dat vertellen, dat aan elkaar rijgen van de gebeurtenissen. Ik heb het nooit meegemaakt dat hij stokte of dat hij even niet meer wist wat hij zeggen moest. Altijd diezelfde eentonige verhalen alsof ze werden opgelezen. En als je begrijpt waarom iets is gebeurd, dan verdwijnen je onbegrip en je gruwelijke fantasie. Voor mijn vader was alles wat er in dat tijd gebeurde een kwestie van oorzaak en gevolg. Hij had Hitler in die beginjaren regelmatig persoonlijk gezien. En het enige wat hij daarover zei was: je kon je tegen zijn aantrekkingskracht niet verzetten. Ik ben in 1965 getrouwd en in 1966 is mijn zoon Dieter geboren. Horst, mijn man, is leraar. Een jaar of 3-4 geleden kwam Dieter uit school en vertelde dat hij zich had aangesloten bij een werkgroep die zich bezighield met het lot en de geschiedenis van de Joden in onze stad. Geweldig, zei ik. Oh, we waren zo trots op hem. En Horst geeft geschiedenis en die zei dat hij hem wilde helpen. Maar na een paar weken veranderde plotseling alles. Dieter was bijna nooit meer thuis. Iedere vrije minuut bracht hij met zijn vrienden door. En ik voelde dat hij hoe langer hoe meer afstand van me nam. Hij vertelde bijna nooit meer iets over waar hij mee bezig was. Op een avond bij het eten keek hij plotseling op van zijn bord, keek me recht in mijn ogen en vroeg op een tamelijk agressieve toon: wat heeft grootvader eigenlijk gedaan in de oorlog? Mijn vader zat toen in een bejaardentehuis, bijna 80 kilometer bij ons vandaan. En Horst en ik gingen hem wel opzoeken 1 of 2 keer in de maand. Maar Dieter namen we zelden mee. Ik vertelde Dieter wat ik wist van toen, zoals ik dat uit de verhalen van mijn vader kende. Ik probeerde het hem te beschrijven. En ik probeerde het hem uit te leggen. Dieter luisterde een tijdje, maar hij keek me niet aan. Plotseling sprong hij op van tafel, smeet ze met zijn vork door de kamer en schreeuwde me met grote verschrikte ogen: je liegt, je liegt! Het is een moordenaar, je liegt! Grootvader is een moordenaar, grootvader was een moordenaar en is een moordenaar. Je liegt, je liegt! Het ging maar door tot Horst opstond en me een klap in zijn gezicht gaf. En toen begon ik te schreeuwen tegen hun alle twee. Het was verschrikkelijk. Dieter rent naar boven, smijt de deur van zijn kamer dicht en komt die avond niet meer naar beneden. Er brak iets in die jongen.
En voor mij was het ook alsof ik voortaan tegen een muur sprak. Als hij voor me zat, dan keek hij me niet meer aan, zat een beetje met zijn handen te draaien. En hij gaf me geen antwoord meer. Een paar dagen later komt hij thuis uit school, haalt papieren uit zijn schooltas en legt ze voor me op de keukentafel. Het waren oude documenten. Ken jij de familie Kolleg? Nee, zei ik. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Die woonde vroeger in dit huis. In ons huis? Ja, in het huis waar wij nu wonen, ja. Oh? Wat wil je daarmee zeggen, Dieter? Oh, niets bijzonders. De familie Kolleg werd opgepakt in 1941. En ze stierf in 1944 in Auschwitz. En jouw lieve vader is met jouw lieve moeder de dag daarna in dit huis ingetrokken. Moet ik het je voorlezen, moeder? Zal ik het je voorlezen? Hier woonden Martha Kolleg, 2 jaar oud. Anna Kolleg, 6 jaar oud. Fredy Kolleg, 12 jaar oud. Harry Kolleg, 42 jaar oud. Susanna Kolleg, 38 jaar oud. Opgepakt 10 november 1941. Officiële sterfdatum van de moeder en van de kinderen, 10 januari 1944. Vader spoorloos verdwenen. Plaats van de dood, Auschwitz. Doodsoorzaak. Wil je nog meer weten, moeder? Wil je nog meer weten? En daar heb je allemaal nooit wat van gehoord. Daar heeft jouw lieve vader je zeker allemaal nooit wat van verteld. Ik zei niets op dat moment. Begon de keuken, geloof ik, een beetje op te ruimen. Ik wist ook absoluut niet hoe ik daarop moest reageren. Vader had me nooit iets verteld over een in beslag genomen huis. Ik had altijd aangenomen dat we in een oud familiebezit woonden. Dieter en ik hebben daarna misschien wel 2 weken niet met elkaar gepraat. En toen heb ik hem op een avond gevraagd om me nog 1 keer aan te horen. In feite vroeg ik toen mijn zoon om vergiffenis. En bovendien vroeg ik hem ook om nog meer begrip voor mijn eigen situatie. Er bestond geen twijfel aan mijn eigen afkeer van de daden van opa. Een afkeer van die tijd. En dat was, geloof ik, beslissend voor het feit dat Dieter en ik weer tot elkaar zijn gekomen. Ik bezocht mijn vader nog steeds iedere week. En iedere keer wanneer ik hem zag, dan nam ik me voor om er met hem over te praten. Maar ik deed het niet. Hij kon nauwelijks meer lopen, hij hoort heel slecht. En meestal rijd ik hem in een rolstoel door de tuin van het tehuis. Ik probeerde Dieter ervan te overtuigen dat hij met me mee moest gaan. Maar dat wou hij niet. Het is toch zeker jouw vader? Maar na een paar weken had ik hem toch zover dat hij met me meeging. Opa was zo blij toen hij hem zag. Hij had hem al bijna 1 jaar niet gezien. Dieter stelde mijn vader dezelfde vraag als hij aan mij had gesteld. Of hij de familie Kolleg kende. Nee, daar had mijn vader nog nooit van gehoord. Hoe die aan het huis was gekomen waar wij in wonen. Dat had hij gekocht. Van wie dan? Van een makelaar? En of hij ook wist wie er voor ons in het huis hadden gewoond. Nee, dat wist mijn vader niet. Dieter geloofde hem niet. Maar zag van een ruzie met opa af. Op die dag is mijn vader voor mij gestorven. Als ik hem de daaropvolgende maanden opzocht, kende ik hem niet meer. Hij interesseerde me niet meer. Ik praat met hem alleen nog over hele gewone dingen terwijl ik met hem door de tuin rijd. En een persoonlijk gesprek voeren we niet. De oude man in het tehuis is een vreemde voor me geworden. Als er een ander in die rolstoel zou zitten, dan zou me dat niet eens opvallen. Toen ik in 1960 werd geboren, toen was mijn vader al 56
En mijn moeder die was 38. Mijn zuster die is in 1944 geboren. Mijn moeder en mijn zuster die liepen altijd links en rechts van vader wanneer wij gingen wandelen. Arm in arm en in de pas. Ik liep daarnaast. Ik was lucht voor die drie. Zij haatte hem en ik vereerde hem. Maar hij interesseerde zich niet voor mij. Elk spelletje met mij dat werd als een pure plicht gezien. Wat ik hem ook liet zien, hij zag het niet. Ook al keek hij ernaar. Hij vergat mijn verjaardag. Hij vergat ontelbare keren een belofte met mij te gaan ballen of te gaan fietsen. Terwijl ik zo dol op hem was. Die scènes met Kerstmis, verschrikkelijk. Urenlang kon hij zich samen met mijn zuster bezighouden met het uitpakken van cadeaus. Hij bewonderde haar wanneer ze nieuwe kleren aanpaste. Mij zag hij nog niet eens staan. Hij had gewoon de pest aan zijn eigen zoon. Ik had mijn vader voor ieder ander willen ruilen. Trouwens, mijn moeder was niet veel beter. Ze was altijd de stramme Duitse vrouw. Breed en dik, met handen als van een slager. Als ik haar als kindje een handje gaf om over te steken, dan was die hand wit en bloedeloos als ik hem weer losliet. Tederheid kende ze totaal niet. Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit bij mijn moeder op schoot gezeten heb. Of dat ze mij knuffelde. Of dat mijn vader met zijn hand over mijn hoofd streek. En gekust werd er al helemaal niet. Behalve onze twee katten thuis was niemand ooit teder tegen mij. Ja, als mijn moeder mij omhelst, dan kreeg ik een gevoel van afschuw. Ze drukte dan haar naar binnen getrokken lippen op mijn wangen en dan voelde ik die paar haartjes die op haar bovenlip zaten. Later kreeg ik het moeilijk met vrouwen. Ik dacht altijd, als ik hen alles geef wat ze willen hebben, zullen ze wel van me houden. En ik heb ook alles gegeven. Verwende hen, las elke wens van hun lippen, gaf hen alles. Maar ze hebben me allemaal bedrogen. Al toen ik 18 was en met mijn eerste vriendinnetje naar Italië zou gaan, spaarde ik een half jaar voor de kaartjes. Toen gaf ik haar geld voor haar kaartje en ik heb haar nooit meer teruggezien. Ik heb geen vaste vriendin. Vrienden heb ik wel. Mijn kameraden, die staan achter me. We staan allemaal klaar voor elkaar. Als er eentje hulp nodig heeft, dan zijn ze er allemaal. Er hoeft niemand bang te zijn dat hij ooit alleen blijft. Een paar jaar geleden ben ik uit huis weggegaan. Ik heb een kamer gehuurd bij een weduwe van een vriend van mijn vader. Die heeft een enorm huis. Daar woont ze helemaal alleen. Ze zorgt ook voor me. Ze maakt mijn ontbijt klaar. Ze doet de was. Bevalt me eigenlijk best goed. Beter dan bij mijn moeder. Bovendien vertelt ze ook graag over vroeger. Ze heeft ook een dochter. Die is een beetje ouder dan ik en die woont in een andere stad. Haar moeder komt ze één keer in de maand opzoeken. Ja, ik ben zeker geen meisjesgek, maar telkens wanneer die dochter komt, dan slaapt ze in mijn bed. Ja, die komt gewoon. Die gaat zonder veel te zeggen, gaat ze naast me liggen. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. En die moeder, die weet dat. Maar die heeft er nog nooit iets over gezegd. Misschien hoopt ze wel dat ik ooit nog eens met die dochter trouw. Ik heb daar wel over nagedacht, maar deze vrouw schijnt een zeer liederlijk leven te leiden. Als ik mij voorstel dat ze met andere mannen net zo doet als met mij. Dat is zo schaamteloos. Dat ik er bijna bewondering voor heb. Die kent geen remmingen. Die lacht altijd, die is vrolijk. Als ik haar mijn zorgen vertel, dan maakt ze er gekheid mee. Merkwaardig is dat mijn zorgen ook minder zwaar lijken. Soms denk ik wel eens dat je zo vrij zou moeten zijn. Gewoon doen waar je zin in hebt. Ook op seksueel gebied. En mensen als ik die zijn waarschijnlijk niet op de wereld om plezier te hebben. Een jaar geleden leerde ik mijn huidige vriendin kennen. En trok bij haar in. Ze is al wat ouder dan ik. Gescheiden. Heeft twee kinderen. Maar zij accepteert mij. Is niet agressief en bij haar ben ik voor het eerst mezelf. Voor de rest heb ik geen bondgenoten meer. Ik ben teleurgesteld in de Joden. Ze zijn zelf agressief. Denk maar aan Israël. De arrogantie van die Joodse studenten hier is werkelijk onbeschrijfelijk. Solidariteit kennen ze niet. Ze zien alleen zichzelf en de Holocaust. Ik heb tegenwoordig met niemand meer medelijden. Al die groepen die zich aan de universiteit vormen voor Chili, Zuid-Afrika, Joden in de Sovjet-Unie. Ik heb er geen pest mee te maken. Ze zoeken hun slachtoffers zo ver weg om niet met hen in contact te hoeven komen. Ze demonstreren vanwege een paar bomen en raketten omdat ze bang zijn dat ze er de gronden aan zullen gaan. Allemaal egoïsten. Gemaakt medelijden om interessant te doen. Zet die knop af. Ziek heil. Mijn ouders zijn in 1968 bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. Pats, boem, tegen een boom en het was uit. Ze zijn in de auto levend verbrand. Ze waren onherkenbaar. Schitterend, net als na de atoombom. Ik had het graag willen zien. Helaas heb ik het niet gezien.
Na de begrafenis ben ik 's nachts naar het kerkhof teruggegaan en daar heb ik op het graf van mijn vader gepist. Ik heb erop rondgesprongen, op rondgedanst, geraast, getierd. Het was verschrikkelijk. Dat was mijn vaarwel, daarna ben ik daar nooit meer geweest. Toen mijn vader stierf, schoot mij voor het eerst het woord creperen te binnen. Ja, hij creperen. Ik ben gewend aan het sterven van zieken, ik ben verpleegster. Maar sommige mensen creperen. Die sterven net zo ellendig als ze hebben geleefd en zo stierf mijn vader. Mijn moeder zat naast zijn bed en ik probeerde niet haar te troosten. En voor mijn vader speet het me even min. Mijn vader. Mijn vader. Mijn vader is met opgeheven hoofd uit de gevangenis gekomen. Hij was nooit in staat te huilen om het onheil waar hij midden schuldig aan was. Geen woord van spijt. Geen woord van verontschuldiging. De schuld wordt nooit toegegeven. Had je dat gewild? Een vader die voor je zit en schuld bekent. Verschrikkelijke gedachte. Zo'n vader kan ik missen als kiespijn. Een vader die uithuilt en medelijden heeft met zichzelf. Een vader die zit te jammeren dat hij alles fout heeft gedaan, zeg in godsnaam. Ik ben blij dat onze vader niet zo was. Anders had ik geen enkel respect meer voor hem gehad. Na de nederlaag had hij 4 jaar de tijd in de gevangenis om na te denken over wat hij fout heeft gedaan. Ons heeft hij daar godzijdank niet meer lastiggevallen. Ja, natuurlijk was hij veranderd. Hij was na de oorlog geen nazi-aanhanger meer. Hij heeft zich met geen enkele rechtse groepering ingelaten en die reunies van de neonazis heeft hij ontlopen. Hij had zich tot een echte democraat ontwikkeld. Dat was voor mij voldoende. Je doet alsof het voor jou nooit een probleem was. Jouw leven is 1 grote poging tot aanpassing geweest. 1 wanhopige manier, niet alleen om hem te behagen, maar ook om zijn leven voor te zetten. Kijk eens naar die man van jou. Een slechte kopie van vader. Niets is er veranderd. Je spreekt zoals hij, je beweegt zoals hij, leest dezelfde boeken. Je kan trots op je leven zijn. Een nutteloze herhaling van een nutteloos leven. We hebben het geen van beiden makkelijk. Wij komen uit een familie die de oorlog heeft verloren. Familie die meer verloren heeft dan anderen. Dat ze mee heeft geholpen de oorlog te beginnen. We hebben allemaal verloren. Niet alleen jij. Ja, het is niet zo eenvoudig om je uit dit niets, dit onderste van het onderste, weer omhoog te werken. Als een verslagen bokser slepen we ons naar ons hoekje. Proberen langzaam weer bij te komen. Soms zou ik alleen nog maar rust willen hebben. Laat onze kinderen het maar beter doen. Oké. Ook jij berust erin, net als ik. Dat geeft me haast moed. Ik heb altijd gedacht dat jij veel sterker was dan ik. Het is vreemd. Ik voel me haast met je verbonden. Net als vroeger. Het kan me eigenlijk niet schelen hoe je over vader denkt. Het spijt me dat ik jou moet teleurstellen. Maar jij bent voor mij nog net zo'n vreemde als altijd. Ik wil met jou geen leidensgemeenschap vormen. Ik leef niet in een wereld van bondgenoten en vijanden. Ik kruip niet tegen de grond en maak me niet onschuldig omdat ik ook het slachtoffer van mijn vader ben als 1000 anderen. Dat ben ik niet! Begrijp je dat? Ik weiger met die rol te worden opgeschreven. Die haat ik! Die staat me tegen. Er is niemand verantwoordelijk voor mijn lot behalve ikzelf. En zelfs als het waar is dat het leven van mij en mijn man een voortzetting is van het leven van vader en moeder, dan nog is dat mijn beslissing. Mijn eigen wil die ik nooit opgegeven heb. Ongeacht wie vader was of wat hij heeft gedaan. Ik ben geen kind van een nazi. Ik ben geen kind van een misdadiger. Waarom ben ik geboren? Dat vroeg Frank Jodel nadat hij in Nuremberg ter dood was veroordeeld. Dat is een mooie zin. Goeie vraag, waar of niet? Na de dood van mijn ouders heb ik alle bezittingen verkocht en ben ik van Argentinië naar Duitsland gegaan. Want ik had altijd nog een Duitse pas en er was voldoende geld.
Tegenwoordig ben ik Duitser. Duitser met als identiteit zoon van een misdadiger. Veroordeeld tot levenslang. Reden? Zoon van een misdadiger. Ik mag geen kinderen krijgen. Dit geslacht moet met mij uitsterven. Wat zou ik mijn kinderen over hun lieve grootvader moeten vertellen? Nee, op mij valt de wraak en dat is goed zo. Ik heb al te lang bij mijn ouders geleefd. Wie weet wat er niet allemaal in mij zit. Dat mag niet verder worden doorgegeven. Dat auto-ongeluk van mijn ouders was misschien helemaal geen ongeluk. Misschien heb ik ze vermoord. Zijn ze expres, zonder te remmen, tegen die boom gereden. Hun eigen zoon een flikker. Maar ja, waarom zat die flikker niet naast hen in die auto? Wat zou mij nadien niet allemaal bespaard zijn gebleven? Waartoe dit wachten? De stemmen die u hoorde waren van Herman Naber, Akkermaai Elderenbos, Evert van der Meulen, Peter Sonneveld, Renze Royaerts, Trudy de Jong, Judith Brokking en Daria Moor. Techniek Berry Kamer en Jos van den Berg. Theaterregie Peter de Baan. Radioregie Kees Vlaanderen. Een cassette van dit programma kunt u bestellen door €12,50 over te maken op Giro 9449 van het Humanistisch Verbond in Hilversum. Dus €12,50 op Giro 9449 onder vermelding van schuldig geboren.